en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we weer een mooi vrolijk voorjaarsstuk maken. Wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl. Dan kun je het vinden onder het kopje cursuspakketten. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan en blijf op de hoogte van alle video's die ik maak. En dan mis je helemaal niets. En heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog en dan gaan we aan de slag. Zoals je ziet heb ik een hele mooie ondergrond en daar gaan we wat moois op maken. Ik doe er altijd eventjes een beetje plastic in, want de meeste potten zijn niet 100% waterdicht. En dan hebben we toch een waterdichte pot en daar doe ik de oase in. Druk ik even goed aan. Het plastic haal ik er straks even af. Je kan gewoon met een schaar of met een mesje, wat je prettig vindt, even de grotere stukken. Zo. En dan sla je hem even naar binnen, zodat het water er niet uit kan en je pot wel beschermd is. Dan snij ik er even een stukje af. Je moet nog wel een beetje boven de pot uitblijven. Deze hoogte is prima. En dan snij je hem ook nog eens een keer schuin af. Zo. Even aan de zijkanten. We gaan deze pot opmaken met hele mooie blauw, lila, roze tinten. Dus lekker voor je. Mooie ranonkeltjes en ja, heel veel mooie materialen. Ik vind het altijd mooi aan een pot als het de vorm heeft en dat je die vorm accentueert. Dat gaan we straks bij dit stuk natuurlijk ook doen. We gaan even een basis zetten met asparagus. Om de vorm nog even te verlengen doe ik deze aan de buitenkant. Ik vind asparagus ook altijd mooi sierlijk. En dan heb ik mooi gipskruid en die verdeel ik ook over het stuk. Je kan dit pakket zowel in het groot als in het klein bestellen. Dus zeg je van, goh, ik wil liever een grote versie, kan dat ook. Zeg je, ik wil allebei, dat kan natuurlijk ook. Mooi groot en klein bij elkaar. Ik heb nou de baas een beetje gestoken met gipskruid. Ik heb het gewoon mooi verdeeld en aan de buitenkant hebben we natuurlijk die asparagus. Dan heb ik hele mooie alliën. Echt super mooi bloemetje vind ik het altijd. Dit is ook altijd mooi om omhoog te verwerken, maar vandaag werken we mooi compact. Ik doe er één in het midden en één aan de zijkant. En aan de andere kant natuurlijk ook. En ik zorg dat het uiteinde net aan het einde van de pot is. Dan heb ik mooie groene duizend schoon. En die stop ik er tussen. En zoals je ziet heb je dan mooie bolletjes in het midden van de pot. Dan heb ik prachtige ranonkels. Jongens, voorjaar. Daar hebben we zin in. Steek eventjes voor met een steel of met een prikker. Als je deze gaat verwerken. Snij je bloemetje wel even goed schuin aan natuurlijk. Prachtig. En heb je toevallig zijknopjes aan? En heb je toevallig zijknopjes aan je ranonkeltje zitten? Kan je die er natuurlijk gewoon bij steken. Dat is alleen maar mooi. En dit doe ik ook aan de andere kant. Nou, zoals je ziet krijgen we dan al een mooi kleurtje. Ik haal je even iets dichterbij bij het stuk. Dan kun je precies zien hoe ik steek en wat ik doe.
Zoals je ziet heb ik aan deze kant de ranonkels gedaan. En ik wil het ook nog eventjes aan de zijkant, om het nog even terug te laten komen. Ik zet die onder de allium. Prik eventjes voor met een steel. Ik heb hem al schuin aangesneden. Om even dat kleurtje terug te laten komen. En ook om mooi dat boot-effect te accentueren. Dan gebruiken we een mooie distel. En die kleurencombinatie bij elkaar vind ik echt prachtig. En afhankelijk van hoeveel bloemetjes jouw distel heeft, verdeel ik dit over het stuk. En ik zorg dat ik goed in die vorm van de boot blijf werken. Dan mooie lisiantes. Ook deze verwerk ik mooi compact in het stuk. Dan voeg ik aan de zijkanten ook nog wat duizendschoon toe. En dan heb ik mooie scabiosa bolletjes. Deze zijn leuk om lang te verwerken, maar ik verwerk ze nu ook kort. En dan voeg ik nog wat extra lisiantes toe. Ook de knopjes zijn er juist super mooi om ertussen te verwerken. Echt heel mooi compact gevuld. Het is al echt een plaatje, maar het mag natuurlijk wel net even iets spannender. Dus dat gaan we nu even toevoegen. Dat gaan we doen door middel van berengras en kersenbloesem. Dus gauw verder. Als eerste voegen we de kersenbloesem aan de zijkant toe. Zodat hij er iets uitsteekt. En dan hebben we mooie berengras. Deze stop ik op verschillende plekken in het midden. Dus dat laat ik eventjes zo gaan. Ook aan de zijkant. En ietsje verderop doen we dat ook. Dat herhalen we. Maar ik laat deze gras straks deze kant oplopen. Dus je zorgt dat je die kant gras krijgt en deze kant. En op die manier maak je hem spannend.
berengras heel mooi verdeeld. En wat we dan gaan doen is de berengras pakken. Ik pak de middelste. Die laat ik deze kant op lopen. En die wat iets verder is. Dus dat is deze. En die laat ik ook deze kant op lopen. En straks doe ik andersom. Met het andere blad. En dan maak je hem heel speels en spannend. Ik ga het vastzetten met jute touw. Dit doe ik ook aan de andere kant. Nou zie ik dat deze best wel even strak is en ik had hem liever buitenom gewild, dus ik haal die er even uit. Zet hem even opnieuw vast. En dan heb je een heel mooi sierlijk effect. Vind je nou de grassen te ver, kan je het gewoon even afsnijden of afknippen. Dan maak ik het nog even af met een klein beetje tilantje, echt heel ietsje. Om de grijze kleur terug te laten komen. Ik vind het altijd heel erg mooi. Hou je er niet van, dan kan je dat natuurlijk weglaten. Want hij is natuurlijk al mooi gevuld. Net op sommige plekjes. Dus vind ik dat heel luxe lijken. In de puntjes een beetje. En dan is dit het mooie stuk geworden. De kleurencombinatie is heel mooi. En door het berengras maak je hem natuurlijk echt heel erg spannend. Je kan hem bestellen in het klein of in het groot. Ik zet de afmetingen op de site daar even bij. Je kan hem bestellen via www.uronlinebloemist.nl. Of in de beschrijving vind je een linkje waar je het kan bestellen. En jij maakt kans op dit pakket. Wil je dit nou graag winnen? Laat even een leuke reactie achter. En doe een duimpje omhoog op deze video. En wil je dubbel kans maken? Deel dit bericht dan eventjes met mijn video op Facebook. Dan maak je twee keer kans. Dus alleen maar leuk. Ja, en dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. En vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. En dan zie je mij de volgende keer weer. Doei!